In de periode dat we ons dit jaar op het ijs bevinden, zal Dennis Straathof ons basiskamp bemannen. Daarin staan we om de dag of om de 3 dagen zijn we dan met elkaar in contact. Daarnaast kunnen we ook natuurlijk op het ijs calamiteiten voordoen. Daar hebben we ons voor in Nederland op voorbereid. Onze expeditiearts Chris de Ridder die heeft ons geleerd om injecties aan te leggen, te hechten. Dat hebben we gedaan op kippenpoten en verband aanleggen. Dus op het moment als er iets gebeurt, kunnen we zelf supporting zijn. Maar als er echt hele vervelende, nare dingen gaan gebeuren, staan wij direct in continu contact met Chris de Ridder, onze expeditiearts. En hij zal ons dan door die situatie heen loodsen die we van tevoren al met hem hebben besproken. Ik ben Chris de Ridder. Ik ben de schoonvader van Joep. En zodoende kwam ik in contact met de 3 jongens van de Notice Expedition. Zeg je dat zo goed? Wacht je nou dat het komend jaar anders gaat zijn voor ons dan afgelopen jaar? Nou, in zoverre anders dat het langer duurt. Als het langer duurt, kan er natuurlijk meer gebeuren. Misschien dat je ook te maken hebt met dat op een gegeven moment de conditie ook wat minder wordt. Ben je ook vatbaarder voor iets. Vatbaarder voor blessures. En vatbaarder misschien voor infecties. Voor een longontsteking of zo. Dus dat, maar ja goed, dat... Dan kun je iemand bellen en dan zeg ik welke pil je moet innemen of dat je de helikopter moet laten komen. Ik heb contact opgenomen met Ronald Hulzebos. Die was expeditiearts van een van de Mount Everest expedities. En die had een mooi lijstje van medicamenten die nodig waren. En nou, dat heb ik zelf een beetje naar mijn inzicht veranderd en aangevuld. En ja, vooral ook... gezien het feit dat de ijskap in Groenland niet zo hoog is als de Mount Everest. Dus hoogteziekte zullen die jongens geen last van hebben. Daarentegen wel kou. Ik blijf gewoon thuis in het betrekkelijk nog warme Holland. Dus ik kan alleen door de telefoon een advies geven als ze er zelf niet uitkomen. En denk je dat we goed genoeg voorbereid zijn? Hartstikke goed. Die jongens die hebben hier zelfs nog een stukje kipfilet aan elkaar gehecht met atraumatisch nylon. Nou, dat ging perfect. Van twee stukjes filet is dus 1 stukje filet te maken. Waar zie je dat nog? Ik ben Dennis Straathof, Basecamp coördinator voor Notice Expedition 2008. Ook in 2007 was ik Basecamp hier in Nederland. En ook deze keer zal ik voor de heren ondersteuning bieden vanuit Nederland. En kunnen ze altijd even bellen, 24 uur per dag, om te vragen of het dingen kan regelen. Dit kan van alles zijn. Het kan zijn als er problemen zijn met materiaal, met hunzelf, medisch gezien. Als ik hulp moet inroepen. Of als ik juist voor een stukje communicatie moet zorgen richting media, dat het gevraagd wordt of niet. De heer gaat zelf vragen. Dan kan ik dat allemaal regelen. En natuurlijk zorg ik ook voor communicatie naar de mensen zelf, familie, vrienden. Zodat zij ook wat directer betrokken zijn bij het rijden en zeilen. En niet alleen maar via de website doorkrijgen of te lezen krijgen hoe het gaat. Nou, wat heb je voor document voor je, Dennis? Dit is een basiskampdocument. We zullen niet openslaan, want er staan allemaal wat privégegevens in. Maar hier staat alles in met welke instanties en welke mensen we contact kunnen hebben of moeten hebben. In het geval dat er problemen zijn of juist positieve dingen, als er mediacontacten moet zijn. Natuurlijk kan je gewoon zo morgens opstaan en zeggen, we beëindigen het. Ja. Maar ja, het eerste wat ik dat wil vragen, nou, vertel ons waarom. Dus hij zegt, we hebben geen zin meer. Ja, eikels. Is die fles type al leeg? Ja, dan zeg je die is al leeg. Ik zeg, nou, dan slaan we eerst even de bus uit. En dan gaan we weer verder. Ja, dat is goed. Okay. Het geldt natuurlijk voordat je daar bent, dan gaan we afspraken maken. Dus wat verwachten jullie hier aan boord?